We zijn hier vandaag in Sint-Parks in Mol met de 12 kersverse finalisten van Mr. Gay Belgium 2018. Tijd om ze beter te leren kennen. Ik heb hier naast mij Jorben. Dag Jorben. Hallo. Je mag jezelf eens kort voorstellen. Dus ik ben Jorben, ik ben 18 jaar en ik woon in Gent. Ik studeer thuis- en bejaardenzorg. Mijn hobby's zijn korfballen, fitnessen en lopen. Sportieve jongen dus, oké. Okay. Waarom doe je mee aan Mr. Gay Belgium? Dus mijn thema is ook sport. Dus ik sta in voor de LGBT'ers in de sportwereld, omdat ik persoonlijk zelf vind dat de outing in de sportwereld een hele grote stap is. Dat er tamelijk veel neveneffecten aan zijn om uit de kast te komen in de sportwereld. Heb je daar zelf al negatieve ervaringen mee gehad? Ik heb zeker al negatieve ervaringen mee gehad van supporters en medespelers die het niet kunnen aanvaarden, dus ja. Oké, okay. Heb je al misschien een enige visie wat je zou willen doen om dat te vergemakkelijken? Ik wil het aspect van LGBT's in de sportwereld sowieso gemakkelijker maken door er veel over te praten en veel meer in de media te brengen met de sport. Van die dingen, ja. Oké, okay, heel goed. Wat vind jij van het stereotype dat homo-mannen eigenlijk te vrouwelijk zouden zijn om een sport zoals voetbal of rugby te doen? Ik vind niet dat het... Het gaat niet om hoe je eruit ziet of hoe je doet. Het gaat om hoe je presteert op het veld en hoe je het doet tijdens je sport. Oké, okay, ik zal dan gewoon een paar wat als vragen stellen nu. Wat als je de loterij zou winnen? Ik denk dat ik sowieso een deel aan een goed doel zou geven. Ik denk mijn droom is een wereldreis maken, dus ik denk sowieso dat een wereldreis dan wel zou inzitten, ja. Oké, okay. Wat als je nog maar één dag te leven had, wat zou je dan doen? Ik denk dat ik veel tijd met familie en vrienden zou doorbrengen dan. Wat als je een autobiografie over je leven zou schrijven en je zou de titel van moeten kiezen? Jong en impulsief. Jong en impulsief, oké. Okay. Jorben, wat is jouw levensmotto? Een dag niet gewaagd is een dag niet geleefd. Ja. Oké, okay, bedankt voor het interview.